Los van alle trainingen stond er deze week ook nog iets anders op het programma voor de AZ-selectie. De teamfoto in het nieuwe kostuum moest namelijk nog genomen worden. En wat voor de ene leuke afleiding is, is voor de ander meer een moetje. Ja, eerlijk is eerlijk, ik vind het niet zo leuk. Maar soms moet je dingen doen dat je niet leuk vindt. En dat is een soort van part of the job. Ik heb even een goeie. Iedereen is van mijn taal alsjeblieft. Waarom vind je het niet leuk? Kan je dat eens uitleggen? Nee, maar wat, ja, het is gewoon een elftal foto. En ik wil eigenlijk liever trainen. Het tekent de mentaliteit van de onvermoeibare rechtsback. Die in de kleine 3 jaar dat hij nu bij AZ speelt, is uitgegroeid tot belangrijke basisspeler. Bij het nationale elftal is dat niet het geval. Svensson wordt wel stevast opgeroepen, maar tot speelminuten leidt dat al een tijdje niet meer. Tuurlijk is het frustrerend. Je wil altijd spelen en voor je land is het toch iets speciaals. Maar ja, ik moet gewoon geduldig zijn. Mijn kans wil hopelijk komen. Dus ik moet gewoon hier goed spelen, presteren. En dan, als ik een mogelijkheid krijg, dan moet ik gewoon klaar zijn. Ja! Bij AZ behoort Svensson, ondanks dat hij pas 26 jaar is, tot een van de meer ervaren spelers. Of in zijn eigen woorden... Ik ben nu een oude man, dus ik heb wel ervaring. Een oude man, maar zo oud ben je toen nog niet, Jonas. Nee, maar ik speel met echt jonge spelers. Dus dan word je snel oud. Hoe is dat dan? Want je zegt al, heel veel jonge talenten natuurlijk hier bij AZ. Hoe is dat voor jou om je in zo'n groep te handhaven? Ik vind het echt mooi om te zien hoe ze elke dag ontwikkelen. Ze zijn echt goed op zo'n jonge leeftijd. Dat is ongelooflijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik was niet zo goed toen ik zo jong was. Dus ze hebben echt een mooie toekomst, denk ik. Tot slot, als jouw voetbalcarrière erop zit, een nieuwe carrière als fotomodel, dat zit er niet in? Nee, ik ben toch te klein. Toch? Ze zijn echt lang en ik ben te klein, maar ja, is jammer.